welkom bij Day 8 guys of 8 guys. Vandaag vlog ik alweer een week voor Vlogmas. Het is nu, even kijken, het is nu 5 over 8. Ik ga even naar beneden. Ik moet eigenlijk de bus hebben over 5 minuten, maar die ga ik niet redden omdat ik ook nog moet ontbijten. Dus dat, ik neem dan gewoon een kwartier, een bus van een kwartier later. Ik heb precies weer hetzelfde aan als gisteren, omdat het gewoon zo super lekker zit. Ja, ik ga nu even naar beneden ontbijten. Dan zie ik. Ik ben dus alweer een tijdje thuis. Ik heb al gegeten. En ik zit nu in mijn kamer. Gisteren heb ik een iTunes kaart gehad. En ik wilde nu een film gaan kijken. Maar ik zat te denken, ja, dan ik heb geen zin om het op mijn tv te gaan kijken. Misschien een leuke film bij de iTunes Store. Dus ik kijk er zo, weet je wel. Ik zag wel een paar leuke films. Dus ik ga er van eentje uitkiezen. En dan ga ik het lekker kijken in bed. En misschien ga ik straks nog wel skypen met Elijah. Maar dat weet ik ook nog niet zeker. En ja, een beetje chillen deze avond. Niet zo'n hele boeiende vlog vandaag. Maar goed, het is toch wel iets. Ik heb trouwens vandaag bij stage heb ik een blaar opgelopen. Ik vond het grappig. Nou, nee, wacht. Laat ik het zo vertellen. Ik moest zeg maar dingen aan elkaar lijmen. Nou, oké, dat ging goed. Toen bleef dat ding haken en trok ik kaart dat ding eruit. Dus ik denk, oh weet je, is niet heet. Nou, of ik dat had geweten, want ik heb gewoon mijn hand eraan verbrand. Dus ik heb een blaar. Maar dat even terzijde, ik ga nu een filmpje kijken in bed. Lekker zitten, lekker liggen, lekker eten erbij, lekker drinken erbij. Heerlijk. En films kijken. Dus daar heb ik echt super zin in. Even lekker me-time. Dus ja, nu kwart over 10. Ik heb heel weinig gevlogd vandaag, want ik heb niet zoveel gedaan vandaag. Maar ik wil hem toch wel plaatsen, omdat het een Vlogmas video is. En ik geen dag kan missen. Ja, morgen beloof ik echt dat het een leuke vlog gaat worden. En zo. Ik ga de vlog editen. Ik hoop echt dat ik hem leuk kan editen met muziekje eronder of zo. Yes. Oh ja, stel trouwens je vraag hieronder voor een Q&A. Die ga ik van het weekend opnemen. Dus dat kunnen jullie ook nog verwachten. Ik ga zo meteen een foto plaatsen op Instagram. Kunnen jullie dat ook weer even weten. Ja, ik heb geen idee wat ik moet zeggen. Ik ga denk ik binnenkort, of morgen of zo, ga ik mijn kamer opruimen. Dat is voor dingetjes doen. Want morgen is het in Delft Light Festival. Of een lichtjesavond, zeg maar. En ik ga er niet echt heen of zo. Maar dat is wel chill. Op zich is het wel chill om naar lichtjesavond te gaan, maar ik vind het nou niet echt wat leuk. En ik kom ook terug van stage en ik ben kapot en whatever. Dus dat. Ja. Ik zit nu hier zo te chillen op mijn bed. Gisteren ben ik trouwens in slaap gevallen. Ik wilde de vlog moest ik aan het uploaden. En hij was aan het uploaden op YouTube. En op een gegeven moment ben ik in slaap gevallen. Oké, ja. Ik ga denk ik heel even de vlog al editen. En dan spreek ik jullie zo weer. Nou, ik zit dus nu mijn Vlogmas video te kijken van verleden jaar. En check dit. En de vlog duurt 9 minuten 53. En dan heb ik ook nog. Nou, ik heb op Twitter en Instagram gevraagd of jullie vragen voor me hadden. En die hadden jullie massaal. Ik heb de leukste vraag opgeschreven op dit. Oh my god! Deze video staat trouwens online. Dus ja, dat is, ik schaam me hiervoor. En ja. Ja, oké, leuk voor je. Mijn YouTube-verhaal. Als jullie trouwens binnenkort een video willen zien over hoe ik reageer op mijn oude video's, dan moet je dat even laten weten in de reacties. Dat vind ik wel erg leuk. Ik ga nu even de vlog editen.
Dat ga ik doen. En dan zie ik jullie. Oké, ik ben dus nu bezig met de vlog editen. Hij is nog niet helemaal af. Maar voor de mensen die het vroegen, 19 december is mijn meeting. En het is bij Den Haag Centraal bij Starbucks. Daar spreken we af om 12 uur tot 3 uur. 3 uur duurt het ongeveer. En daarna gaan we gewoon lekker naar huis allemaal. Natuurlijk kan je ook langer blijven in de stad. Maar tot 3 uur is mijn meeting. En dan daarna bepaal je zelf wel wat je doet. Ik ga dan lekker naar huis. Of misschien ga ik naar Sofie. Weet ik nog niet. Moet ik even kijken. Dus dat wil ik even zeggen. Heb je nog je... wil je komen? Dan ben je van harte welkom om naar mijn meeting te komen. Nou, oké. Bij deze sluit ik gewoon de vlog af. Trouwens, by the way, ik ben echt dol op deze sjaal van Kuka die ik het afgelopen weekend heb gekocht in het Alexandrium. Ze hadden hem nog en hij zit super lekker. Dus hier ben ik echt super blij mee. Nou, ik ga dus nu echt de vlog afsluiten. Ik zie jullie morgen weer bij dag nummer 9, guys. Dus tot morgen. Doei!